De regering is voornemens om de belasting op geïmporteerde kip en kipdelen te verhogen. Kenneth Sokool, landbouwer, ziet de oplossing niet in het verhogen van de belasting, maar juist in het stimuleren van de productie van veevoer. De boeren hebben volgens Sokool een nieuw machinepark nodig. Boeren kunnen geen lening nemen bij de bank. De rente is te hoog. Wij zijn bezig op Saramaka voederreis te gaan telen voor veevoer. En zoals u weet, bedraagt voer 90% van alle kosten die de kippenboer maakt om kippenvlees te produceren. En wij hopen door het aanleveren van veevoerreis daarin verlichting te brengen. Dus ik weet niet concreet wat de wet inhoudt, maar wat ik wel zeg is dus dat de regering de productie van die veevoer moet ondersteunen, omdat daar de oplossing zit. Niet in het verhogen van invoerrechten of het verlagen van invoerrechten, ja, maar in de productie van veevoer. En op welke manier zou dit moeten gebeuren eigenlijk? Nou, dus kijk, we hebben kapitaal nodig. Wij als boeren kunnen niet naar de bank gaan en geld dienen. Met 20% rente red je het niet. Want je moet nagaan, dus als ik een gulden leen, moet ik dus 20%, dus 20 centen verdienen voor de bank. En nog 20 centen tot 25 centen voor mezelf. Dus dat betekent dus dat ik op elke gulden die ik investeer, ja, 40 centen moet verdienen. En dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En hoeveel kapitaal is er mij bij nodig om eigenlijk deze sector omhoog te krijgen? Dus kijk, wat we nu op dit moment nodig hebben is een nieuw machinepark. Ja, we praten dan ongeveer over een 2-3 miljoen SRD. En dat kunnen we daarmee echt uit de voeten. Hebben jullie intussen al gesproken met de regering daarover? Dus we zijn al vanaf 1987 bezig geweest met de toenmalige minister van HI, meneer Welzijn. Helaas is die nu weg. Ik hoop dat de nieuwe minister de draad oppakt. Ja, en ook de minister van Financiën en LVV kan overtuigen dat dit project noodzakelijk is om succes te hebben met het kippenbeleid. Voorheen hebben jullie al gesproken met de ministers, met de diverse ministers. Hebben ze daarop een reactie gegeven? We hebben alleen gesproken met, we waren alleen maar in feite gesprekpartner van HI. LVV vond het niet nodig om te ondersteunen. Integendeel zagen we dat in plaats dat het ministerie ons ondersteunde, plotseling slaansboerderij die zich bezig moest houden met het planten van gras, in ieder geval ontwikkelen van grassoorten, waardoor onze koeien beter tevreden hadden, plotseling was bezig te telen. Dus dat konden we niet begrijpen. En hebben jullie inmiddels daarmee met minister van LVV gesproken daarover, wat eigenlijk de reden is dat ze nu reis aan het telen zijn? Dus we hopen dat deze de nieuwe minister ons op korte termijn ontvangt. We gaan vandaag nog een brief daarvoor naar hem toe sturen. En dat we dit alles met hem kunnen bespreken, want zonder de ondersteuning van het ministerie van LVV en Financiën gaat het project te lang duren. Althans, we gaan moeten wachten op de resultaten in de pluimveesector. Dus als de regering in zijn totaliteit daadwerkelijk wil dat kippenvlees voor de consument bereikbaar wordt en de producenten ook wat eraan overhouden, zullen ze ons met alles wat ze hebben moeten ondersteunen. Kijk, laten we even wat dingen duidelijk zeggen. We hebben een afspraak met de WTO. We gaan dus die 40% misschien halen. Maar daarboven lijkt me in de komende jaren niet mogelijk, want je gaat dat eerst moeten oplossen met WTO. En daarna is het zo, nogmaals, die invoerrechten op spijkers, op waterbakken, die gaan niet helpen, dat is maar 10%. En dat schrijf je bovendien na 20 jaar af. Dus dat soort dingen hebben helemaal geen invloed op de prijs. Ja, die 90%, daarin kan er best wel wat veranderen. En naar mijn ruwe schatting kunnen we daar zeker 25% tot 30% omlaag. Binnen hoeveel tijd kan dat omlaag? Als de regering ons nu ondersteunt, binnen een jaar. En als dit eigenlijk omlaag gaat, wordt het zeggen dat kip in Suriname goedkoper wordt? Niet alleen kip goedkoper wordt, ja, je krijgt ontwikkeling. Want de mensen die in die veevoederproces gaan meedoen, in ieder geval je krijgt daar banen bij dus op het veld. Je krijgt banen bij de veevoerfabrikant, je moet weten. Dus dat naar onze schatting, als een veevoerfabriek in Suriname 4 uurtjes draait, dat die al voer heeft voor die totale sector. Ja, en dat maakt het duur. Die veevoerfabriek moet 24 uur gaan draaien. Ja, om goedkoop voer te kunnen leveren, zodat die pluimveesector op zijn hardbeurt, ja, goedkoper kan produceren. En we kunnen
dan kunnen we exporteren naar CARICOM.